Als je bij me shopt, dan merk je dat ik gelijk naar de sweaters ga. Ik heb een leuk verhaal over één pakkie. Lois? 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 Lois mooi. In deze aflevering is Sabrina Poetri te gast. Sabrina, a.k.a. Lovely Dreamer, is 20 jaar en studeert creative business. Sabrina kan je ook wel kennen van haar YouTube-kanaal Sabrina Poetri, waarop ze wel meer dan 100.000 abonnees heeft. Op haar kanaal plaatst ze ook wel video's over lifestyle, bullet journaling, shoplogs, fashion en noem het maar op. Hey jongens, ik ben Lois en ik ben vandaag met Sabrina Poetri. Hi! Dit is een nieuw deel van In de Kast Van. En natuurlijk gaan we in de kast van Sabrina kijken. Een mooie kast, die niet zo groot is. Ja, dat maakt niet uit. De kast van Carré was gewoon enorm. En als jullie die video hebben gezien, dan weten jullie wat we gaan doen. Maar voor als jullie nieuw zijn, we gaan vandaag een paar leuke fashion vragen aan Sabrina stellen. Zij gaat meer ins en outs vertellen over de kledingstijl. En daarna gaan we letterlijk eventjes een kijkje nemen in de kast. Daarna gaan we, want de kast is daar, dus ja, we wijzen even daarheen. En daarna gaan we eventjes een outfit switch doen. Dus dat wordt super leuk. En laten we snel beginnen. Yeah. Ik ben benieuwd. Ben jij veel bezig met je kledingstijl? Ja en nee. Okay. Ik vind het wel leuk om steeds iets nieuws uit te proberen. Zoals dit. Ik heb nog nooit eerder zo'n soort blouseje gehad. Dat is leuk. Om daarmee te experimenteren. Maar Het is niet dat ik elke dag heel erg diep ga nadenken. Van, oh, dit doe ik vandaag. Ja. Maar meer waar ik zin in heb. Gewoon hoe je je op dat moment voelt. Ja, de ene keer heb ik zin om iets specialers aan te trekken. Yeah. Dus voor mij is iets speciaals een jurkje. Een uitgekozen outfit. Ja, maar vaak gewoon een simpele spijkerbroek zoals vandaag. Ja. Met iets leuks bovenop. Mm-hmm. Het ligt echt aan de dag. Maar je bent op zich voor de rest wel bezig met je kleding. Ja. En hoe je eruit ziet. Ja, dat wel. Het is niet dat je echt maar gewoon wat grijs. Nee. En dan go, oké, is goed. Ik ben er wel mee bezig. En soms ontdek ik wat van, oh, dit staat leuk. Oh, dit staat niet leuk. Het is beetje een beetje experimenteren. Ja. Hoe zou jij dan je stijl omschrijven? Of zou je eens, ja, wat zou je zeggen van lekker girly, basic, nee, casual, maar casual. Dan echt, ik wou op een girly, ik heb soms, ja, ik was soms van girly vibe, ja, ik merk wel dat ik nu meer aan de, ja, een beetje de volwassene kant, dus een beetje blouses vind ik leuk. Ik begin het ook steeds meer te dragen. Matchende pakjes, ja, zulke van dingen. Suits. Meer een beetje, ja, dat volwassene uitstraling. Ja. Yeah. En ik heb ook wel eens echt mega girly, dus echt van die skaterskirts. Ja. Wat stoerder. Ik heb verschillende fases gehad, maar nu. Daar had Carré het dus ook al over. Iedereen maar dat heeft is inderdaad fases. Zo. Dat zien we straks allemaal wel. Zou ik jou kunnen zien in een sweater gewoon? Ja, makkelijk. Zeg maar ook gewoon zeg maar naar buiten, niet alleen thuis. Ja, ik ben echt als sweater vanavond sowieso in de winter en de koude dagen. Ja, als ik shop wil ik eigenlijk het liefst alleen maar sweater halen. Ja, ik ook gewoon in de zomer sweater. Ja, ik heb tegen mezelf gezegd dat ik echt van die sweaters moet afblijven. Ja, is wel zo. Als je bij me shop, dan merk je dat ik gelijk naar de sweaters ga. Zeker als het dan in de zomer is en ze zijn 5 euro, dan kan ik het niet laten hangen. Ik had de laatste nog even gekocht. Hoeveel geef jij maandelijks ongeveer uit aan kleding? Ik geef wel eerlijk toe, ik krijg ook kleding opgestuurd. Ja. Dus dat, zeg maar, dat telt ook dat wel mee. Dat helpt ook natuurlijk. Ja, dat helpt inderdaad. Het ligt eraan, als ik echt een shopping vibe heb, dan kan ik zo makkelijk de 100 aantikken. Maar dan wel met koopjes maar of zo. Maar als er echt voor gaat wel. Ja, dat is maar, niet een standaard. Nee. Maar bijvoorbeeld, ik had gisteren 1 broek gekocht. Nou, dan is het ook weer 35 euro. Maar ik ben niet meer zo'n persoon die echt een dag lang alleen maar gaat shoppen en met 10.000 tassen thuis komt. Ja, echt even lekker in. Af en toe wel, maar dat is meer als ik alleen naar de Primark. Maar ik ga heel veel bij de Primark in gaan slaan. Ja, precies. Maar als je iets zou zeggen, dan... Ja, ik denk rond de 100 euro. 100 euro ongeveer. Ik had dus ook de vraag, krijg je gesponsorde kleding? En dat zei je net al. Ja. Krijg je dan heel veel of is het ligt dan ook... Ligt er ook aan. Deze is toevallig van Lovies. Die heb ik nog gekregen. Ja. Het is vet leuk, man. Ja. Mijn ultieme droom is. Maar, eerlijk toegeven, niet alle items vind ik leuk dat ik krijg. Dat is wel weer lastig, en met Lovies 9 van 10 keer... Past het, zit leuk. Maar ik heb ook wel eens gehad dat het gewoon niet zat. Dat het niet bij mijn lichaam paste. En dan ben ik er ook wel eerlijk over. Dan draag je het ook niet. Terug of geef je het dan aan iemand anders? Ik geef het dan aan iemand anders of zo. Ja. Maar dat is dan ook wel weer leuk. Kan je weer iemand anders blijven? Ja, ik koop ook gewoon dingen. Het is niet dat ik alleen maar leef van gesponsorde kleding. Denken mensen alleen van, oh, je krijgt het gratis. Nee, het is net als geld. Een salaris. Een soort van inruil. Ja, in plaats van dat je geld van een bedrijf krijgt, omdat je daar werkt, krijg je het product. Hè. Dat heet barter deal. Mm-hmm. Dus het is niet per se gratis. Je werkt ervoor, want ik promoot
promoot nu dus dit shirt dat ik het aan heb. En nu heb ik het gezegd hoeveel logisch is. Hey. Dus eigenlijk krijg ik er niet echt geld voor. Maar nee, het is een soort inruil van iets. Ja, ik hoop het ook dat ik het ooit... Nou, ik weet aan wie ik het kan doneren. Ja, precies. Kom maar door. Volgende vraag. Wat is je duurste item? Ik heb eigenlijk niet echt dure dingen. Ik denk dat voor mij dan gewoon schoenen wellicht schoenen. Het duurste zou zijn. Ja, mijn schoenen. Maar dan is het iets van 150 voor mijn Nike's of zo. Dat valt gewoon mee. Maar niet echt van, weet je... Ja, ja, ik heb wel... Wacht, ik ga even iets zelf pakken. Spannend. Het is even stom, maar ik heb het gekregen. Maar volgens mij is dit duur, want het is van een designer. Oh, wow. Oh, Cecile. Oh, dat klinkt heel erg fancy. Ja, maar ik weet niet hoe duur het is. Het ziet er wel, duur uit inderdaad. Dus, maar ja, ik heb het dan niet zelf betaald. Okay, maar het duurste wat ik heb gekocht is dan iets van 150 euro of zo. Ik vind het niet. Hecht jij veel waarde aan merknamen? Totaal niet. Als mensen zeggen van welk merk is het, ik zeg gewoon het is gewoon een item van een winkel. Ja. Nee, ik hecht me er zo niet aan. Als dit bijvoorbeeld van een heel duur merk zou zijn, I don't care. Als het leuk is, vind ik het leuk. Maar ik zou dan niet... Dat geldt dan... Ja, nee. Ik zou wel misschien 80 euro echt aan iets kwalitatiefs, maar niet per se. Oh, het is van merk X. Ik koop het omdat het van merk X is. Oh ja, wat is je grootste miskoop? Ik kan me nu wel herinneren dat ik een keer een blouseje bij de Primark heb gekocht. En blijkbaar 2 maten te klein heb gehaald. Maar wel gewoon gedragen. Oh. Maar pas echt te laat achterkwam dat het te klein was. Oh, en je had het niet door. Nee, maar het past gewoon wel. Maar ik dacht, het zit wel aan de strakke kant. Maar ik had het niet echt door. Maar er was ook niet per se een miskoop. Laatst wilde ik mijn mom jeans aan. En ik had hem zo aan. En ik dacht, ik vind hem eigenlijk niet echt leuk. Weet je, toen ik hem pas dacht ik, ja, dit wordt dit is het. Vaak dat ik dan achteraf denk, dit is eigenlijk niet echt leuk. Wat is je favoriete kledingwinkel of webshop? Ik weet niet wat je fijn vindt. Ja, ik vind online altijd wel fijner, puur omdat ik echt shoppen in winkels haat. Ja? De drukte. Oh ja, dat is het meer. Maar op dit moment score ik best wel veel bij de Bershka. Dus dan kan ik dat wel als mijn favoriete winkel benoemen, omdat ik daar het meeste haal. Mijn hele kast is echt gewoon Bershka nu. Is niet normaal. Oh ja, en de laatste vraag. Wat is jouw ultieme fashion tip voor de kijker? Experimenteer. Ja. Weet je, of je nou iets heel basics wil dragen of echt out of the box. Bijvoorbeeld, stel je bent in de winkel, pas iets wat je normaal gesproken niet zou pakken. Dat doe ik af en toe ook wel eens en dan ontdek je weer iets nieuws. En dan is het misschien juist inderdaad heel leuk en dan verras je jezelf. Dat had ik dus met jumpsuits. Ik dacht dat dat mij niet stond en ik paste er één en op dat moment ik was helemaal kapot. Ik zie je alleen maar in jumpsuits. Ja, in het begin dacht ik, nee, dat staat mij niet. En toen ineens schakeling. Nee. Goeie tip. Voordat we verder gaan naar de kast. Ik heb nog een paar dilemma's voor je, Sabrina, dus... Pressure. Goud of zilver? Goud. Leer of bont? Leer. Zwart-wit of kleur? Zwart-wit. Casual of chic? Toch wel casual. Ja? Tomboy of girly? Girly. Hak of sneakers? Sneakers. Shopaholic of casual koper? Casual koper. Ja, echt? Toch wel. Ik ben wel heel kritisch hoor met wat ik dat koop. Dat is wel goed juist. Ik hou van shoppen, zeg maar, als ik echt iets wil. Maar ik ben wel kritisch van, ga ik het wel dragen, dit, dat? Dat is goed man. Ik ben echt zo'n inhalen zo. Hey, we gaan weer door. En als laatste, online of in de winkel? Ik vind het wel lastig, want ik vind fysiek dingen vasthouden fijner. Ja. Maar ik kan niet tegen de drukte. Dat is het meer. Dus ik kies toch wel voor in de winkel, omdat ik vaker echt toch wel echt in de winkel iets koop dan online. Nou jongens, dat waren de vragen en de dilemma's. We gaan nu door naar de kast. Ah, ik ben echt excited. We hoeven eigenlijk alleen gewoon zo te doen. En daar is de kast. Hey girl, kom, zet die bakken op mij. Want ik wil je hier bij me, bij me. Mooi, ik zet alles opzij. En ik maak je de mijne, mijne. Ik zie je bij Tom. Hoi. Hey jongens. We zijn verplaatst naar de kast van Sabrina. Het was 1 meter verderop. Maar het is heel krappies, maar het maakt helemaal niks uit. Het maakt niet uit. Oké, de kast van Sabrina. Wat voor kast is het? Het is een IKEA-kast. Ook al. Super chill. Ik kreeg het toch ook. Ja. Ja, maar hij stond er al in toen ik hier kwam wonen. Stond oh, echt? De kast er al in. Dus ik had eigenlijk niet in mijn. Maar hey, maakt niks uit. Nou, laten we even gaan bekijken wat er allemaal in je kast zit. Dit zijn alle gehangde dingen. En ik heb hier aan het begin heb ik heel veel jassen. Oh, zeg maar jassen deze. Die ik niet dagelijks draag, maar wel leuk vind. Die is van de Primark, nog 2 jaar geleden. Ik vind het zo apart, want het is heel gewoon voor mij. En voor jou tuurlijk. Jij vindt het gewoon interessant om iemand anders in kast te zien. Dus wat jassen, omdat ik anders geen opbergplekken voor heb. En dat is een pakkie. Die vind ik echt leuk. Oh my gosh, jongens. Maar het is wel leuk voor het najaar, omdat die ook een stuk dikker is. Echt met je kerst.
ga ja. gewoon een beetje vuist. Dus het is leuk voor het najaar. En nog een colbert wat ik eigenlijk niet vaak draag. Maar ik heb ook heel veel items die ik niet vaak draag, maar wel van pas komen. Die je dan gewoon soms aandoet. Ja. En gewoon niet op een dagelijkse basis. Nee, en dan wat blouses. Oh, die heb ik nieuw. Die is van de Bershka. Ja, yeah, I love this one. En dan komen al mijn zomerse items, dus jurken. Echt, als je vorig jaar in mijn kast zou kijken, had ik echt amper jurken. Ik heb dat ook nu. Ik heb ook ineens heel veel jurkjes. Even een paar spulletjes laten zien hoor. Deze is van de Primark. Die heb ik nog maar één keer aangehad in Indonesië. Maar I like it. En heel veel van die pakjes. Dit is ook zo'n jumpsuit, playsuit. Ook met korte, super chill. Korte broek. Ook, nee, die is van Pull&Bear. Ik vind Pull&Bear ook een hele leuke winkel. Ja, dat is ook zo'n pakje. Die is van de Hunkemöller. Die heb ik nog niet... Oh, sorry. Aangehad, maar het is zeg maar pullover als je naar het strand gaat. Oh, heel mooi. Dus ik wacht gewoon echt tot het weer strand weer is. Oh, kijk nou. Dit is so pretty. Ik heb een leuk verhaal over één pakkie. Eén pakkie. En je hebt ook best wel veel van het okergeel. Ik hou van okergeel. I love it. Oké. Okay. Oh ja, ja, ja. Dit pakkie is nu heel populair onder iedereen. Ja, heel maar erg. Ik was in eind maart. Ik weet niet. Ik was ergens in Antwerpen en toen had ik hem gehaald. Ze hadden hem nog niet in Nederland. En nu zie ik iedereen mee. Trendsetter, ja. En niet dat het erg is, maar het valt me nu gewoon zo op dat vet veel mensen hem hebben. Ik spot hem echt overal. Ja. Maar ja, ik heb hem al best wel lang. Dat is wel leuk altijd. Als je van de eerste bent die een nummer luistert. Of de eerste die dat heeft gezien of dat heeft aangetrokken. Maar ik leef hier ook echt in. Ja, dus het is niet dat ik hem nooit draag. Maar... Het enige wat ik dan inderdaad jammer vind aan Bershka is dat heel veel mensen natuurlijk gewoon dragen. Dus dat is het enige. Dat je allemaal dezelfde dingen draagt. Maar ja, wat maakt het uit? En de ene kant is het niet erg, maar soms vind ik het dan ook wel weer leuk als ik iets heb wat heel weinig niet mensen hebben of zo. Of je moet het gewoon heel goed combineren. Ja, ja. Hij zit ook gewoon heel lekker. Je ziet ook dat het een pak heb. Daarboven zijn schoenen. Okay. En wat opbergloos waar eigenlijk alleen beddengoed in zit, dus niet zo boeiend. Oh, dat is handig. En dan hebben we hier nog één kast. Hier heb ik wat lange mouwshirtjes. Oh ja. Wat korte mouwshirtjes. En dit zijn hemdjes en nog wat andere. Beetje de basics. Basic en zo. Mijn sweaters. Niet alle, want ik heb ook heel veel. Ik ga even dingen uit je kast halen hoor. Hoe heet het? Ik heb sweaters ook in de berging liggen. Heb je een berging? Ja, zeg maar een schuurtje waar ik koop met de... Oh, dat is chill. Ik hou van pastel. Dit is ook heel cute. Matching met mijn vriend. Oh, in Disneyland. Ja. Yeah. Oh my god. Ben je aan het aftellen? Ze gaat naar Disneyland en ik jank. Ook. Ik hou van het zo erg van truien. Oh, deze kleurtjes. Heel veel pantalons. Ik heb heel veel pantalons. Ja, inderdaad. Pantalons, joggingbroeken, wat met printjes. En daarachter zitten gewoon spijkerbroeken. Even slim doen met ruimte en daaronder helemaal onderin. Je bent wel een praktische koper en een praktische indeler. Ja. Dat is wel duidelijk te zien. Ja, ik heb niet zoveel ruimte, dus ik moet even slim doen met alles. Ja, precies. Dus dat was mijn kast. Nou jongens, we gaan zo meteen eventjes een look doen. Dus ik... Oh ja, heb je al... Weet je al wat je wilt doen voor mij, zeg maar? Ik denk een pakkie, want dat is echt een typische Sabrina ding. Maar ik weet nog niet welk pakkie, maar ik ga even kijken welk pakkie. Ik ben benieuwd. En ik ga ook zo even kijken in jouw kast om iets samen te stellen wat ik uit jouw kleding zou kiezen. Ja. Dus we zullen zo meteen terugkomen en dan zien jullie ons in de nieuwe outfitjes. Dus ik zie jou zo. Oh, we gaan het nu meteen bespreken. Oh, dan gaan we het over Ja, goed idee. Ja. Ik ben dus meestal nu wel van de gekke broeken. En ik zag deze liggen. En ik dacht, ja, dit is het. Dus een roze broek met een leuk tasje. En het matcht. Daar worden we blij van. En het colbertje, want ik draag nu ook steeds meer colbertjes en pakken. Dus ik vond het wel een mooie combo. Het enige wat dus niet helemaal werkt is dat het een andere kleur wit is. Want ja, op boot zo. Het is super intens wat ik aan heb. Maar op beeld ziet het er ook misschien acceptabel uit. Ja, misschien zie je het op beeld niet. Maar eigenlijk is het zeg maar gebroken wit en harde wit. Maar dan maar ik zou dit zeg maar nooit zo combineren. Maar ik vind het wel leuk. Ja, maar dat is leuk inderdaad. Ja. Hoe zou jij hem denk ik combineren? Ja, gewoon met een simpel shirtje. Maar niet per se met een colbert of zo. Ja, ik vind het leukste, ja. Nou, ik heb een van mijn meest gedragen pakjes bij Lois aangedaan. Lois? Lois, wow. Lois. Tragic. Wow. Ik wist het, Lois. Maar het ging eventjes niet goed. Lois? 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 Lois mooi. Lois fashionista. En het staat er ook gewoon nog, hè. Voel je je
Ik vind het leuk, ja. Ik vind hem heel lekker zitten vooral. I love it. Het enige wat ik moeilijk vind zijn deze soort topjes. Want ik vind ze altijd heel leuk eruit zien. Maar ik vind het altijd moeilijk inderdaad. Aan het eind van de dag zit je zo. Als het hier lijkt. Maar ik vind hem wel heel leuk. En jij zei ook al van je kan het gewoon heel makkelijk dragen. Je kan hem of super casual doen of super fancy. Mm-hmm. Het is gewoon super handig. Dit is gewoon een beetje een must have eigenlijk. Dus als je nog geen pakje in huis hebt, koop een pakje. Hoi jongens, we zijn weer terug. We hebben net dus onze outfits laten zien. Laat ons weten in de comments en in de polls wat jullie ervan vinden. Ik vind ze leuk. Ik vind ze geslaagd. Ik vind het ook chill. Het hele ding wiebelt. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ik vond het leuk dat je te gast was in deze aflevering. Ik vond het leuk dat jij even langs bent gekomen. Ja! Vergeet natuurlijk niet een duimpje omhoog te doen. Eventjes te abonneren. En in de comments dus iets leuks achter te laten. Even te kijken op Sabrina Deur kanaal. En dan, ja, dan zien we volgende keer alweer. Tot de volgende keer jongens. Doei doei! So I'ma give you one shot, girl.